Welkom bij de laatste uitzending van The World of Ice Hockey. Deze week geeft GPTV je een kijkje behind the mask. De Nederlandse goalie Martijn Magielsen legt uit hoe maf een ijshockey goalie eigenlijk moet zijn. En daarnaast een korte terugblik op het ijshockeyseizoen van de Flyers. GPTV gunt je een blik voor en achter de schermen van de ijshockeyers van de HJ Flyers uit Heerenveen. Ik ben Martijn Magielsen, goalie van de HJ Flyers. Welkom in mijn wereld van het ijshockey en neem een kijkje behind the mask. De Flyers hebben een lange traditie met goede goalies. Harry Penn, Ted Lensen en Marcel Nijland waren legendarisch in Tialf. Martijn Magielsen is een van de talenten die Heerenveen voortbracht. Voor hem is het een bijzonder seizoen. Hij werd geselecteerd voor Oranje, maar er was ook een afscheid. Martijn neemt afscheid om F-16 piloot te worden. Ja, dat klopt. Het seizoen is nu net afgelopen. En dit is mijn laatste seizoen omdat ik opleiding wil doen tot piloot bij de luchtmacht. En de opleiding is gigantisch zwaar en daardoor kan ik ijshockey en de opleiding beide niet combineren. Je gaat studeren voor piloot voor de luchtmacht. Hou je van snelheid en spanning? Ja, daar hou ik zeker wel van. Ja, dat kun je natuurlijk ook wel zien aan het ijshockey. Dat is natuurlijk ook een hele snelle, harde sport. En het vliegen natuurlijk ook. Dat gaat ook hard. En snelheid bij, dat is geweldig natuurlijk. Reactievermogen en lenigheid, dat zijn de sleutelwoorden voor een succesvolle goalie. Een slangenmens op het ijs. En ze lopen nog wel eens een schram of een blauwe plek op. Zolang ik goede bescherming heb, ben ik niet bang. Het komt natuurlijk wel eens voor dat je bescherming wat ouder wordt. En dan heb je meer kans op blessures. Maar zolang je bescherming goed is, dan is er niks aan de hand. En dan kun je er gewoon vol in gaan. Een goalie in het ijshockey is knettergek, zo wordt vaak gezegd. Met hun arendsogen volgen zij de zwarte schijf die met meer dan 100 km per uur op hen wordt afgevuurd. Hoe gek moet je eigenlijk zijn om in het doel te gaan staan? Ik denk gek. Tenminste, dat is wat ik van de meeste mensen hoor. Dat je toch behoorlijk gestoord moet zijn om zo'n puck te willen gaan stoppen. Omdat die toch met een behoorlijke snelheid op je afkomt. En toch wel eens pijn doet. Het is bijna niet voor te stellen, maar in de beginjaren van het ijshockey droegen de goalies geen masker. Tegenwoordig is dat zeker verplicht en wordt het masker juist een extra wapen. Bontgekleurde maskers moeten de aanvallers imponeren. Nou, dit is mijn oude helm, die is beschilderd. Er zijn keepers die dat doen om de tegenstander te imponeren. Ikzelf geloof daar niet zo in. Vandaar ook dat mijn eigen helm gewoon zwart is. Dat past ook beter bij onze shirts, vind ik. Bij de rest van mijn uitrusting is ook zwart. Vandaar dat ik het gewoon zo doe. Ook de leggards, of de beenbeschermers van Martijn, zijn speciaal. Nou, dat komt natuurlijk ook door mijn lengte. Ik heb wat kleinere beenbeschermers nodig dan de meeste keepers, die vaak toch groter zijn dan dat ik ben. En je zou dan kunnen zeggen, ik ga voor junioren spullen, maar de bescherming is niet goed genoeg bij junioren spullen, dus moest het voor mij speciaal op maat gemaakt worden. Daarbij kwam ook dat we dan de kleuren mooi konden combineren met de kleuren van onze wedstrijdshirts. En sponsor natuurlijk erop gezet. Dat kwam de club allemaal beter uit, denk ik. En nu zien we de succesvolle goalie weer in Tialf of slaat hij voorgoed letterlijk zijn vleugels uit als piloot. Op dit moment is het gewoon niet te combineren voor mij, zoals ik al zei. Ik wil er alles aan doen om deze opleiding te gaan halen ook, wat erg zwaar zal worden. Nou, het ergste geval, als ik hem niet haal, dan wil ik natuurlijk graag weer gaan ijshockeyen. Of als ik wel door de opleiding heen kom en wat meer tijd heb als ik weer terug ben, dat ik ook weer ga ijshockeyen. Maar op dit moment eerst niet in ieder geval. Het ijshockeyseizoen is voor de Flyers bijna voorbij. De eerste selectie haalde een vijfde plek in de competitie en na een spannende reeks verloren ze nipt van Geleen. Maar komend weekend kunnen de belofte nationaal kampioen worden. U kunt erbij zijn. Hoe kijkt voorzitter Danny Mikola, vroeger zelf goalie bij de Flyers, terug op het seizoen? Ja, we hebben een heel leuk en enerverend seizoen gehad. We hebben een moeizame start gehad in de beker. Zoals ik al eerder heb aangegeven. Dat was gewoon veel wedstrijden in een hele korte periode. En we hebben nu
Aan het eind hebben we gewoon toch goed gepresteerd. Alleen ja, we lagen wat te snel uit de finale ronde. En dan kun je niet zeggen van we hadden het beter moeten doen of wat dan ook. Nee, dat is het spel en dat zijn de play-offs. We hebben een beleidsplan aan het begin van het seizoen opgezet. Hè, dat we meer jeugd willen laten doorstromen. En dat begint vormen te krijgen. En zo zijn er toch regelmatig heel nauw overleg tussen de beide partijen. En dat doet ons erg goed. En we zijn altijd open voor meer jeugd. En daar werken we hard aan om die een betere positie te geven. GPTV bood de afgelopen weken een kijkje achter de schermen van de populaire ijshockeyclub uit Heerenveen. Een aantal ijshockeyers van de Flyers speelt volgende maand nog met Oranje het WK in Tilburg. De andere spelers trainen deze zomer keihard door om in oktober in topshape te zijn voor het nieuwe seizoen. Volg dan ook weer de Flyers. Welkom in de World of IJshockey. Ja, we hebben dit als een heel leuk project ervaren. Het was voor ons ook allemaal nieuw om heel erg ruim toegang te geven tot eigenlijk een kijk in de keuken van het ijshockey. En de spelers hebben het als heel bijzonder ervaren. Ook de spelers die anders wat minder aan bod komen voor andere omroepen, die komen nu wel aan bod. En die vonden het allemaal erg leuk om mee te werken. En wij hopen dat het naar meer gaat smaken. Tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. A feel-